Oh, key Joe, Daily Challenge tijd. Laten we eens kijken. Okay. Oh, hallo. Mag die, die kant op? Dat is wel een beetje vreemd. Ehm. Um. Nou. Dan gaat het midden slash Zuid-Amerika zijn. Witte platen, dus dat had mijn idee voor Colombia gaat al gelijk weg. Uh... Ja, ik zag die GT op dat op dat staan, maar. Ik weet niet of het Guatemala gaat zijn, het ziet er, ja. Als ik iets geleerd heb, dan is het dat alles wel Guatemala kan zijn. Dus, ja... Maar wat ik zei, ik kreeg, ik kreeg eerder een, een, een Columbia-vibe bij. Dus, ja... Technisch gezien is Mexico en Guatemala dan ook altijd een optie. Equator. Um. Al is Guatemala ook wel heel erg van het uh, sturen langs bepaalde paden. Dus het kan. Eigenlijk gaat het in mijn hoofd tussen uh, Mexico, Guatemala en Ecuador. Ik, ik heb ook totaal geen... Geen verder in... Dan kan maar hopen dat die... Ene vrachtwagen dat dat... Dat die GT die erop stond dat dat inderdaad voor kwantumhalen is. E Ik heb echt totaal geen... Nul verdere info ervoor. Schermen was het goed. Zweden, nee. Oostenrijk. Ik, ik wilde Zweden zeggen vanwege de kleuren, maar ik bedoel, er staat heel duidelijk overal uh, Duits op, dus ik weet ook niet waarom dat. <laughs> nee. Oké, okay, uh, er is hier duidelijk op welke straat dat we zitten. Ik ga ervan uit dat we Lind zitten vanwege deze maar dat is ook maar een aanplakbiljet, dus het kan ook zijn dat we ergens anders zijn, maar dan zien we zo meteen wel. Dit lijkt mij een hoofdstraat te zijn. Jezus. En sorry als ik wat anders klink, maar uh, ik ben echt verschrikkelijk verkouden. Leuk bij kerst. Maar uh, ja, daardoor klink ik een beetje uh, ja anders. Markartstraatje. Oh boy, oh boy, oh boy. Waar, oh waar, ben nee, jij straatje? Uh, ja. Dit is een straat van noord naar zuid. Het zou een klein beetje kunnen helpen, maar ook niet heel veel, want het kompas kan ook verkeerd zitten. Um. En nog belangrijker, het kan ook niet lens zijn natuurlijk, hè. Misschien had ik daar eerder naar moeten, over, over naar moeten denken. Dat het misschien wel niet Linz is. Ja, dat is daar nou een beetje te laat voor. Ah, het was wel Linz. yay ah, Dat daar is de marktkaartstrasse. Dit is duidelijk niet meer in uh, Linz. Dit is. Ik wilde zeggen: in de Verenigde Staten of. Uh... Oh boy. Ik denk dat dit Rusland gaat zijn. Ik denk dat dit gesloten gaat zijn. Sorry als ik soms wat zwaar adem, maar dat komt dus omdat ja, de verkoudheid er al. Dat is blauw-geel, dit is uh, Oekraïne. Dat is wel fijn dat ik dat zie. De vraag is: Is dit ook echt Oekraïne of zou dit een Oekraïense auto zijn die hier is? Dus... Houdt ook wel een beetje af van de. Zou je het op de World Cup zien? Om zo te kijken om te zien vanuit of, of welk jaar dat het is, maar... of op de lijnen of zoiets dergelijks. Ik snap er geen retro. Ja, dit is wel Oekraïne. Ja. Bobici. Luister, de kans dat het vinden is extreem klein. Maar stel je voor dat we het vinden, jongens. Ho. Oh. oei. Er zit nog steeds op zitten wild in uh... Ik zat in de verkeerde kant van planten zoeken, dus dan had ik het sowieso nooit gevonden. Oh wauw fijn. Um... Ik zou zeggen dat het Madagaskar is gebaseerd op dit shirt. Ik heb zo het gevoel dat het ook de beste clue is die we gaan krijgen de rest van de, van de weg. Dat lijkt me Frans te zijn. Uh, dit is een rivier. Dus ik denk dat we het daar naar moeten zoeken. Zoiets als dit hier of zo. Ja, maar goed. Het is de rivier. Het lijkt me wel een rivier te zijn, aangezien dat er een, een boot vaart en het hier ook nog doorgaat. Dus ik denk dat meren al wel afvallen. Want waarom zou er een pont varen als er een meer is? En dan zou bijvoorbeeld een inham zo logischer zijn. Oh, nope. Ah, daar is de zakdoek. Ik was de zakdoek kwijt. Sorry. Voor het lawaai. Kijk, hier aan deze zijde zitten 1, 2, 3. Hieronder zitten er een paar. Dus het zou me denken, wel het aan, aan, aan de westzijde van Madagaskar ligt. Als het op Madagaskar al is, zeg maar. Want ik baseer het feit dat het Madagaskar is puur op het feit dat het een beetje Frans lijkt. En het klusjurt, wat. Uh, volgens mij is het die jonge dame toch. Oh, Trouwens, maakt niet uit. Wat die persoon uh, achterin aan heeft. Ja, meer ga ik niet krijgen, want er staat nergens een naam of wat dan ook van. Dus ja. Dit lijkt me een vliegveld te zijn, misschien ook. We zullen zien. Ja. Noorwegen ga ik vanuit. Ja, Noorwegen. vrij vlak als zijde van niet gelijk per definitie een hele duidelijke uh, ehcher om het zo maar te zeggen. Wel sneeuw. Maar ja, betekent dat dat. het wat hoger ligt, of dat het gewoon gesneeuwd heeft? Ik bedoel, er is wel wat hoogteverschil, maar. ik heb het wel eens extremer gezien doen, in Noorwegen. Uh, ik heb ook voorlopig buiten wat Ik ga gewoon door, omdat ik hoop dat ik verderop meer uh, stadsnamen tegenkom. Ja, kijk, als je, als je dit al ziet, dan is het weer gewoon volledig uh, begroeid. En het, zijn weer, het is weer sneeuw. Dus ja, het. Uh, Ik denk niet dat we het daarop kunnen baseren, om het zo maar te zeggen. Ik, ik denk dat, uh, wat dat betreft, uh, veel van Noorwegen hetzelfde klimaat heeft: mooi groen in de zomer en de lente, koud en kaal en sneeuw in de winter. En de herfst eventueel. Dus ja. Uh, ik zet hem hier weg puur omdat ik nou niet nog was. Ik mis gewoon de aanwezigheid van de, de gletsjers. Er zit wel wat hoogteverschil in, maar het is nou niet dat ik zeg van oh nee. Waar zijn de kletsjes? Waar is het water? Ah, Dichtbij genoeg. Ik bedoel, meer dan wat we nu hebben, was toch niet. Ja. Ah, misschien, maar goed. Weet je, het. het uh, Oekraïne en Madagaskar hebben ervoor gezorgd dat het niet beter werd. Maar goed. Dat was het in ieder geval voor van vandaag. Ook. Morgen is er weer een dag. En een nieuwe challenge Doe een fijne Kerst en tot morgen.